Ik ga mijn Zoom-sessie voorbereiden en ik spreek met Sybren, dat is de Zoom-moderator. Hallo? Hallo, kun je me horen? Even unmuten, Kim. Je moet even je microfoon aanzetten. Ja, nu hoor je me, denk ik. Daar zijn we. Ja, ik kan je zien en ik kan je horen. Je kan me goed zien? Dat gaat helemaal goed. Ja, wat ik ook heel leuk vind, is dat je je camera best wel goed voor je hebt. Dat je niet al te veel neerkijkt op het publiek. Er staat op een boek. Dat is fantastisch. Daar worden we blij van. En dat al het licht zoveel mogelijk op je gezicht staat en niet van achter je komt. Dat we goed kunnen zien wat je nou eigenlijk bedoelt als je aan het praten bent. Dus daar zijn we heel blij mee. Mooi, ja. Ik ga PowerPoint gebruiken. Hoe doe ik dat? Dat is eigenlijk heel simpel. Heb jij de PowerPoint-presentatie al klaarstaan? En heb je de presentatie al gestart misschien? Dat dacht ik wel, ja. Nou, dan gaan we kijken. Druk maar op de knop Share Screen onderaan in je scherm. Ja. Dan staat er, als het goed is, je diavoorstelling tussen. Ik zie hem al. Ja. De volgende keer is het handig om hem alvast klaar te hebben staan dat je al op Start hebt gedrukt. Maar je kunt nu op Play from Start klikken en dan is hij er ook. Oh, zo ja. Als je nou binnen tussendoor vragen wilt beantwoorden, dan moet je vooral even stoppen met sharen, want dan komt je gezicht weer groot in beeld. Dan kun je het doen door op de rode knop stop sharing te klikken. Soms staat die bovenaan, soms staat die onderaan. Dus kijk er eventjes naar in je beeld. Ja. Ja. Nou, je hebt net share screen gedaan met je PowerPoint, maar alles wat je op een beeldscherm kunt laten zien, kun je in principe delen met die knop. Filmpjes, hoe doe ik die? Filmpjes kun je ook laten zien. Ik zou je willen aanraden om die in je PowerPoint te verwerken alvast. Let er dan wel op dat als je op Share Screen drukt, dat daar in dat schermpje wat dan verschijnt, zit onderop zitten twee checkboxen. Een audioknop, Use Computer Audio en Optimize for Video Sharing. Die zou ik dan allebei even aanklikken. Dan komen je filmpjes ook goed over in Zoom. Je ziet nu denk ik alleen mij in beeld, klopt dat? Ja, en mezelf klein, ja. Maar straks zit je in een grote meeting met heel veel deelnemers. Mm-hmm. Dat kunnen er 50, dat kunnen er misschien wel 100 zijn. Die kun je ook laten zien. Ik zal even één iemand van het publiek binnenlaten. Dan kan je zien hoe dat werkt. En dan kun jij ook ondertussen op Gallery View rechtsboven klikken. Soms staat er Gallery View bij en soms zijn dat gewoon vier vierkante puntjes. Daar klik je op. En dan zie je alles in beeld. Hey. Kijk, het publiek ligt helemaal op zijn kant. Dus daar... ja. Kan ik nu ook tegen haar praten? Ja, je kunt zeker tegen haar praten. Hallo, Gerdy. Hi, Kim. Wat vind je dat leuk? Ik leer het wel. Dus let er even op, als je met een grote groep werkt, dan is het prettig om iedereen opnieuw te zetten. Maar als je met een klein groepje werkt, dan zou ik zeggen van zet allemaal je microfoon open en dan kun je gewoon echt met elkaar een gesprek voeren. En daar kom je natuurlijk heel veel sneller kom je mee vooruit. Wat ook goed om te weten is dat als de sessie start, dat de moderator een berichtje gaat sturen naar de leider van de sessie. En dan komt er dus in zijn of in haar chatbox komt een berichtje binnen. Ik zal het laten zien. Bericht. Ja, bericht. Wat oppoppen op je schermpje. Ja. Daar kan de moderator dus zeggen van, nou, we kunnen nu echt beginnen. En dan kan de sessieleider van start gaan. Ja. Hoe weet je nou als spreker dat je kan beginnen? Dat is heel simpel. De sessieleider zegt van, nou, de volgende spreker is en begin maar vast. Dus dat is vrij duidelijk. Je kunt onderling kun je ook berichten sturen naar elkaar trouwens. Dat is goed om te weten. De chat kan ook gebruikt worden met de hele groep. Maar je kunt ook berichtjes privé sturen. Bijvoorbeeld naar je moderator als je iets wil vragen. Of naar de sessieleider als je zegt van, nou, hoe lang hebben we nog de tijd? Dan kun je dat op die manier kun je dat privé met elkaar bespreken. Nou, ga ik even doen dan. Oké, stuur maar een berichtje. Ik ga een berichtje sturen aan de moderator. Ben ik er klaar voor? Ga je gang. En je kunt beginnen met je scherm te delen bijvoorbeeld. Je weet wanneer je kunt beginnen met presenteren als je een berichtje krijgt van de moderator. Dat is met name voor de sessieleiders belangrijk. Want wanneer begint de hele sessie en wanneer eindigt de hele sessie? Mm-hmm. Als je een spreker bent, in de regel word je aangekondigd door je sessieleider. Ja, goed. Dankjewel, Sybren. Ja,
Jij bedankt, Kim, en ik wens je heel veel plezier. Dat zou moeten lukken.